Hallo, ik ben Jozua Duclas en dit is mijn boek De Verschrikkelijke Badmeester. Ik vind het super tof dat jij je boekbespreking over dit boek gaat doen. Ik ga niets verklappen, je mag lekker alles zelf verzinnen, maar ik heb wel een leuk weetje voor je. Het boek is namelijk vertaald en wel in het Sloveens. Požasni Učitelja Plavanja, dat is De Verschrikkelijke Badmeester. En het is helemaal Sloveens, ik snap er geen hout van, maar het is wel hetzelfde verhaal. En ik zal je nog iets leuks laten zien. Als je nou wil weten wat slapgekakte deegsliert is in het Sloveens, nou, dat is Merza Zdruzasta. Altijd handig om te weten als je een keer naar Slovenië gaat. Nou, genoeg over De Verschrikkelijke Badmeester. Nog iets over mijn tweede boek, De Vreselijke Tweeling. Die is getipt voor de kinderjury. Dat betekent dat je erop kan stemmen. Ga naar www.kinderjury.nl en als jij dit een leuk boek vindt, stem er dan op, hè. Typ in het zoekvenster Vreselijke Tweeling. Let op, vreselijke. Niet verschrikkelijke, want dan vind je het boek niet. Vreselijke Tweeling. Dan vind je het boek en dan kan je hem op je lijstje zetten en erop stemmen. Nou, dat zou ik heel tof vinden. Tot slot, ik ben bezig met een nieuw boek. Het is nog super geheim allemaal, maar ik ga aan jullie laten zien hoe dat boek eruit gaat zien en hoe het gaat heten. Oké, hier komt hij dan. De Gruwelijke Generaal. Nou, dit wordt een heel spannend boek, kan ik je vertellen. Het spannendste boek wat ik ooit in mijn leven heb geschreven. Het wordt ook heel grappig, tenminste, ik vind het zelf super. En ik zit heel, als ik aan het schrijven ben, te lachen in mezelf. Het is een boek voor jongens en meisjes. Met Fico en Rosa. De kinderen van een knotsgekke president. En daar gaat van alles mis. Er komt een gruwelijke generaal in voor. Er komt een ontvoering in voor en van alles. Ik ga nog niet te veel zeggen. Het boek komt uit in september, vlak voor de kinderboekenweek. Nou, ik wens je heel veel succes met je boekbespreking. Zet hem op. Jongens, luister goed. Hier komt een hele toffe boekbespreking.